De onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid, Robert Mohammed, heeft gisteren de Nationale Geneesmiddelenklappercommissie NGK geïnstalleerd. De eerste lijst van essentiële geneesmiddelen, namelijk de Nationale Geneesmiddelenklapper in Suriname, werd in 1985 gemaakt. Die lijst wordt sindsdien continu aangepast door de NGK-commissie, welke rationeel geneesmiddelengebruik als hoger doel heeft. De commissie selecteert geneesmiddelen die de behoeften in de gezondheidszorg in Suriname dekken. De NGK-commissie staat opnieuw onder leiding van Els van Dams. Volgens haar heeft de NGK een grote verantwoordelijkheid. Ze moet namelijk een lijst maken van de beschikbare medicijnen in Suriname. Daarnaast voorziet de wet basiszorgverzekering dat medicamenten die in de klapper opgenomen zijn, vergoed moeten worden door de verzekeraar. De Nationale Geneesmiddelenklappercommissie is voor 3 jaar geïnstalleerd. In de commissie hebben verder zitting John Hasrat, Malti Mohan Algu, Frank Bueno de Mesquita en Sherine Ilahibaks. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid via het Nationaal Informatie Instituut NII in een persbericht.